Maar de school niet meer. Ik zit te kijken, want ja. Nee, misschien moeten we het bij dat probleem. Is wel een briefing. Bij probleem, ja. Ja, ik zou het of bij probleem zetten. Of. Ik heb hier echt zulke cravings naar. Yes! Big Americans zijn echt zo lekker. Ik luister nu dit. Het is een nieuwe album. En ik heb er twee die ik echt... Kijk wat die focus. Ik heb er twee die ik heel mooi vind. Zo raar dat hij er zeg maar niet meer is. En dat je dan een nieuw album krijgt. Echt gek. Ik ben op dit moment op Lovies aan het kijken. Lekker in mijn bedje. Super chill. En ik mag een paar dingetjes uitkiezen. Echt super leuk. Ik vind dit topje trouwens echt heel leuk voor nieuwjaar. Ik weet niet of je het goed kunnen zien. Kijk. I love this. Dit is wel extra en dat wil ik. Ik vind trouwens deze jas echt heel leuk. Deze. Deze winterjacka. Maar hij is nog maar een S. En kijk hoe lang die bij haar is. Het gaat hem gewoon echt niet worden. Maar ja, ik heb echt geen nieuwe winterjas meer nodig. Dus goodbye. Oh, ik zag zo'n leuke sweater. Kijk nou. Er staat Bizou op. Hoe cute is dat? Van Bizou. Ik wil deze. Maar eigenlijk het liefst in zwart. Maar ik zie alleen dat ze die Lover in zwart hebben. Oké. Dit is de situatie op deze mooie dinsdagmorgen. Echt amazing. Ik haalde deze uit de wasmachine. En dit is echt mijn favoriete kooltrui. En ik zag dat het gewoon nog steeds vlekken waren van de noedels. Zeg maar dat gewoon vetvlekken van die noedelsaus. Dat je eerst afwasmiddel moest doen. En dan dus baking soda. Ik had nog een beetje. En dan moet je het een soort van indeppen. En dan... I'm freaking hoping dat het eruit gaat. Want dit is echt mijn lievelingskool. Deze had ik van een vintage winkel. Dus ik hoop echt dat dit gaat werken. Hey, girl gaat naar school. Vandaag moet ik een pitch doen. Ik heb er echt geen zin in. En we moeten ook nog pitches bijwonen. Dus het wordt echt zo'n boring day. Maar ja. Het hoort erbij. Ik ga gewoon naar school. Dus ik moet jullie gewoon meenemen. Ik ga eventjes mijn outfit laten zien. Ik vind het echt... I love it! De vorige vlog, Weekmas, was heel veel dat ik heel veel uitging. Of nou, heel veel uitjes had. Dus naar buiten, drankjes, uit eten. Deze week is het iets minder zo. En ik laat jullie natuurlijk gewoon mijn leven zien. Dus dit is mijn leven ook. En dat betekent dus niet alleen maar leuke dingen doen. Helaas ook school. Kijk, ik heb by the way allemaal Polaroids hier gedaan. Zo cute. Even een snelle outfit of the day. Ik ben echt... obsessed met deze trui. Hij is van Chiquelle. Het heeft zeg maar echt zo'n hele dikke kool. Dit tasje heb ik vintage gekocht. I love it. I love it. Deze broek is van Bershka. Die heb ik op United gekocht. Zo'n corduroy. En mijn schoenen van Zara. En dit is eigenlijk de outfit. Ik wil denk ik heel mijn spiegel doen. Vol met dingen. Trouwens, sorry. Mijn spiegel is best wel vies. Nou jongens, mijn food. Ik heb kipsteak gemaakt met aardappeltjes en kroephoek. Zo lekker. Ik heb honger. Hierna sportings. En als je denkt, Ro, waarom heb je in godsnaam in de winter je raam open? Ik had bijna muis in de fik gestoken hier zo. Ik heb een pakketje binnen van JD Sports. Echt super nice. En het eerste item heb ik al aangedaan. Even dit op de grond. Het eerste item is deze legging van North Face. En het staat hier, hier en dan hier staat het ook nog. Ziet er zo uit. I love it. Hij past echt perfect. Heel blij hiermee en lekker kwaliteit ook. Yo. Ik wilde echt nog heel graag zo'n echt een goede sportlegging. Trouwens, alle items die je zo meteen gaat zien, daarvan staat het linkje beneden hier in de beschrijving. Dus als je het wilt checken, check het. Look. Ik zie hier een roze champion trui. Yay! Dit is de trui. Ik vind dat je hem niet heel goed kan zien qua kleur op beeld. Maar hij is echt
wat roziger dan dat hij nu lijkt. Maar dit is hem. En ik vind het nice dat die capuchon echt super groot is. En het heeft echt zo'n super chille stof. Het laatste item is deze velvet Adidas broek. En deze is zo zof. Ik vind hem best wel groot uitvallen. Maar hij zit wel echt super comfy. Hier zie je wel echt dat het velvet is. Nou, JD Sports, thanks for the items. Goedemorgen, lieve mensen. Ik zit aan mijn thee. Vandaag ga ik heel de dag aan mijn scriptie werken. Ik vind het een beetje vervelend, want ik ga natuurlijk niet echt heel veel leuke dingen doen. Morgen is wel echt een hele leuke dag. Ga ik heel veel shooten. Vandaag moet ik aan mijn scriptie. Maar vanavond gaan we lekker eten. Nou, het is vandaag, zag ik, min 1. I'm not laughing, I'm crying inside. Het is min 1. Dus ik ga echt de dikste trui ever aandoen. En mijn dikste jas. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar kijk, het heeft gewoon gevroren. Zie je op dat dak daar? En hier. No! Wat is dit? Nou, ik kan nog niks over gedrag vinden. Is dit iets? Cry, ik ga het nooit vinden. Ja, oké, we kijken verkeerd misschien. Oké, we gaan weer terug. Oh. Nou jongens, we zijn ready. Ik heb deze twee hele dikke boeken. Ik heb dit. En dit. Waar wij nu weer zijn. God. Het was zo lekker vorige keer. Dus ik neem Jasna mee naar Sapporo. Oh my god. Ik wil toch één nu. Kijk ook echt tril. Ik heb te veel koffie. Kijk dit. Maar wacht, ik probeer het nu stil te houden. Hier, lukt niet. Is heel heet. Oh my god. Yes. Ik heb trouwens Chio ramen. Chicken noodles. Ik vind een broodzak bij de appie. Cute. Nou, ik wil het toch even delen. Nou, dit is mijn boodschappenrol. Jongens, look at this. Het is helemaal bevroren. Het is zo koud. Ik heb hieronder 2 lagen aan. Dus ik hoop dat het genoeg is. Maar good morning. Ik ben on the way. Ik ga vandaag shooten voor Conget Fashion. En daarna gaan we nog zelf shooten. Hallo. Kijk maar wie ik ben. It's Jojo. It's me. Jojo. We gaan nu shooten voor Conget Fashion. Ik heb er heel veel zin in. Maar het is wel een beetje koud. Het is echt. Het is een beetje koud. Maar we got this. You got this. I got this. Ja, ik ben er. Ja, oké. Het is echt heel koud. Wie gaat shooten op 1 graden? Nee, het is nu 2 graden. It's improving, maar. Ik ben ook blij als we klaar zijn. Het is 1 graden. Dan gaan we echt genieten met eten. Met thee ook. Dit zijn dus die polet frietjes. Poletta. Polenta. Polenta. Ro gaat de polenta frietjes proeven. En je hebt niet uit wat het is, hè? Maar ik weet zelf ook niet echt, maar het is lekker. Vind je het lekker? Ja, maar wat is het? Het proeft ook niet zo gefrituurd, toch? Dat is het best wel lekker. Kan je 1 woord noemen hoe jij het shooten vanochtend vond? Fris. Fris! Girl, het was ijs. Koud. Wij zijn trouwens onderweg naar de Quantum, want ik kan niet meer met mijn kast en ik wil gewoon nieuwe opbergdingen en misschien vind ik wat aan en we gaan gezellig. Maar ik kan echt opbergen. Ja, ja. En dat was weer. Peace. Quantum. Plekje. Nou, ik mag het even hoepen wel. 1,5 uur gratis parkeren, Joe. Ze hebben 1,5 uur. Yay. Ik wil deze. Oh, wow, fancy. Ja. Look how cute. Handlopen.
zandloper. Mocht je daarmee? Echt leuke dingen. Ja, dat is hem. Ze hebben echt leuke dingen. Echt leuk. I love it. En is dit is echt cute, hè? Grijs. Ja, maar als het wit look. Was, zou dat ook wel leuk zijn. Ja, maar goh. Roze is heel cute. Oh, hier zijn kasten. Gaat het? Oh my god. Ja. Yay. Past het? Oh my god, jongens. Ik ben echt blij. Kijk, ik weet niet of je het kunt zien, maar het zijn van dit soort verhuisdozen, maar best wel pretty. En ik ga dus mijn kast uit elkaar halen als dat kan. Ik weet niet of dat kan, maar I'm gonna try. En alles daar doen. Mijn kast kapot. Valt helemaal uit elkaar. Buiten adem. Oh. Ik heb echt koud, jij. What are we gonna make? Nou ja, jij kan je soep maken met broodje. Ja. We kijken first dates. Ik ben zo benieuwd, dit is de eerste keer dat ik het kijk. Oh my god, ik ben zo benieuwd. Oh, het lijkt me heel deftig. Maar hij ook. Hè? Hij ook, hij ziet er ook netjes uit. Met zo'n... We gaan ons best doen. Sorry, schatten. Inmiddels staan de foto's die ik vandaag heb geschoten al online. Oh my god, en ik vind het zo cool. Ik ga ze nu even laten zien. Kijk! Deze hebben wij vandaag geschoten. I love it. Deze. Die. Die. Echt zo leuk om zeg maar je werk dan op een website te zien. Het ziet er echt cool uit. Kijk, ik zal jullie even showen. Is toch leuk? I love it. Nou, dat doe ik dus... Naast influencer zijn. Die vind ik ook nog echt heel mooi. Deze. 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 Ja. Yes. Nou, go check it out. Er staan er nog een paar. Ik heb twee hele sterke mannen. Plus nog een hele sterke. Ik ben zo benieuwd. Ondertussen is dit gaande. Nee, ik ga nog niet verhuizen. Maar zoals jullie weten is mijn... Even kijken. Is mijn kast... Is gewoon helemaal uit elkaar. Ik weet niet of... Maar kijk dit nou. Dus ik heb besloten om de kast weg te doen. Kijk wat ik vind. Dit was op de gathering. Cute. Ik heb hem altijd bewaard. Zo lief. Oké, ik heb twee hele grote zakken vol met kleding die ik ga weggeven. Eigenlijk, wat hier allemaal ligt, wil ik ook weggeven of verkopen. Maar het is echt heel veel. Dus ik denk dat ik een heel groot deel ga weggeven. Dit zijn gewoon echt dingen die ik allemaal gewoon weggooi. En tadaa! Alles zit hierin. Jongens, we zijn in een Disney winkel. Oké, okay, ik wil je heel iets gaan voorstellen. Dat is mijn Jessa, die je al kent. En dit is Eline. Hoi. Jan de finale. Ik ben echt voor hem, hè. Ik wacht dat hij door zou gaan naar de finale. Ik sprong letterlijk op in het bed, gewoon helemaal gillen schreeuwen. Ben je af? Jullie zijn verjaardag. Ja, want nu ben iedereen die eruit is, daar was ik voor. Jij bent altijd voor. Ik was voor Loisa en Denken.